Bij de Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, is onlangs het nieuw gekozen provinciaal bestuur geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een druk bezochte dienst in de Grote Stadskerk. Na het voorlezen van de installatiebelofte door bisschop John Kent, legden de nieuw gekozen bestuursleden de eedsbelofte af. Hierna werden de 15 leden middels handslag geïnstalleerd voor de komende intersynodale periode 2017-2020. De leiding van het presidium bestaat uit preses Desiree Peerwijk en de eerste en tweede vicepreses respectievelijk Clifton Walker en Silva Mayana Samuel. Na deze plechtigheid werd de fakkel overgedragen aan de gekozen preses Desiree Peerwijk. In zijn prediking ging Peerwijk in op het thema roeping, over hoe God mensen oproept om een bepaalde taak te vervullen. Deze bijzondere dienst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de overheid en andere organisaties waarmee de EBS samenwerkt.